Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. Donald Trump wordt de minister-president van Amerika. En wat vinden wij daar nou eigenlijk van? De Vraag op Straat vraagt het aan u. Ja, ik denk dat hij zegt wat heel veel mensen denken. En dat ja, heel veel mensen zich wel kunnen vinden in zijn ideeën. En dat ze daarom op hem hebben gestemd. Nou, misschien worden ineens iets anders geregeerd dan 30, 25 jaar lang. Totale mislukking geworden. En nou met vers ideeën denk ik dat daar veel verandering in de positieve zin zullen worden. Ik vind het op zich wel goed. Op zich de dingen die hij zegt, bepaalde dingen kloppen wel. Maar hij brengt gewoon een beetje grof. Dat is het probleem bij Donald Trump. Maar over het algemeen zegt hij bepaalde dingen wel goed, vind ik. Ik denk dat zijn ideeën niet echt uit gaan komen. Dat het niet echt reëel is. Ja, ik vraag me af waar het dan heen gaat. Ja, daar ben ik niet blij mee. Maar ik heb daar verder eigenlijk heel weinig in te zeggen. Dus het zij zo. Ja, dat vind ik niet zo'n goede zaak. Ik vond hem niet zo netjes overkomen op tv. En hij heeft ook best wel wat vervelende dingen gezegd. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ja, we zullen het zien. Ik weet niet of we er veel last van gaan krijgen. Weet ik niet. Nou, dat was ook een van mijn vragen. Ik begin met een andere vraag. Denk jij dat hij kan realiseren wat hij allemaal geroepen heeft? Dat denk ik niet. En ik denk ook niet dat het uitmaakt, want hij is nu president. Dus ik denk dat het dan in die zin wel een beetje beloond is. Dat hij op die manier zo openlijk was over alle dingen. Ik weet het niet. We gaan het zien. Maar ik hoop dat we er niet te veel van gaan merken. En dat we gewoon lekker gewoon ver van Amerika kunnen blijven. En dat hoop ik eigenlijk. Nou, zo moeilijk is het niet. Want hij heeft niets bijzonders beloofd dat het niet realiseerbaar was. Dat illegale, dat vind ik heel belangrijk, illegale over die moslim, niet dat religie bedoelt, mensen die illegale binnenkomen en terugsturen, dat zou in Europa ondenkbaar zijn. Want als je zoiets zou beginnen, zou ze zeggen, je bent een, hoe noem je dat, ik kom niet aan de woorden, racist of zoiets, het heeft er niks mee. Gewoon voor eigen volk, bepaalde dingen. Wat er nou beloofd heeft, over de muren wil ik niet praten, want dat vind ik een beetje te persoon. Maar over dat Amerika, zoals met NATO, met de NAVO, dat iedere keer iedereen belt Amerika. Kunnen jullie mij komen helpen, zo'n miljarden? Dan zegt hij, nou, daar stoppen we mee. Als ze onze hulp roepen, dan moeten ze daarvoor betalen. Zijn die nieuwe ideeën die nooit gebeurt? Nee, dat denk ik niet. Al zijn plannen zijn een beetje overdreven. Je hebt toch nog in Amerika zeker nog die tweede ronde, de Senaat, waar het doorheen moet komen. Ja, dat moet ik nog maar zien gebeuren. De muur bij Mexico. Ik denk dat dat voor Amerika iets te veel geld is. Voor de rest, hij roept wel meer dingen om Amerika wat groter te maken. Maar ik denk, ben niet echt overtuigd van zijn plannen. Bepaalde dingen misschien wel, bepaalde dingen misschien ook niet. Ik bedoel, die muur, ja, dat is een beetje wisselvallig waar mensen het van vinden. Maar ik denk over het algemeen dat die muur er wel gaat komen. Dat hij dat wel gaat doen. Nee, ik denk zeker niet. Dat zie je natuurlijk toch overal. Een beetje in de verkiezingsroes dat er van alles geroepen wordt. En dat er achteraf toch het wat lastiger is om de dingen waar te maken die je dan op die manier naar buiten brengt. Leuk dat u weer gekeken heeft naar een nieuwe Vraag op Straat. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want we zijn natuurlijk heel benieuwd naar uw mening. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.